Goedemiddag, hartelijk welkom bij Parkinson TV, het informatieve programma van ParkinsonNet dat live wordt uitgezonden vanuit de studio van het Radboud UMC in Nijmegen. Hartelijk welkom. Vandaag de gast in onze studio, Willem Vuisting, patiënt, al 9 jaar bekend met de ziekte van Parkinson. En ook schrijver van dit boekje, Hoezo ik, Parkinson. Mooi boekje, daar komen we straks op terug. Annelien Duits, klinisch neuropsycholoog, verbonden aan het Maastricht Universitair Medisch Centrum. En ook expert op het gebied van de ziekte van Parkinson. Hartelijk welkom. En onze vaste gast, professor Bas Bloem. Hoogleraar neurologie, Parkinson-neuroloog. En ook als medisch hoofd verbonden aan het Parkinson Centrum hier in Nijmegen. Ja. Welkom. Vandaag gaat het over denken en Parkinson. Wat is de invloed van Parkinson op het denken? En we beginnen altijd de uitzending met een aantal fabels over het denken. En ik wil Annelien vragen om die fabels vandaag te noemen. Wat zijn de fabels? Voor. Als ze voorkomen, is dat meestal bij ouderen of in een late fase van de ziekte. En cognitieve, ofwel de problemen met het denken, kunnen we niet oplossen. Oké, nou dat is duidelijk. Kort en bondig. Kort en bondig en duidelijk. Ja. Dat moeten we kunnen onthouden voor straks. Want aan het eind van de uitzending gaan we kijken of de fabels inderdaad fabels zijn. Of misschien toch niet kloppen. We hebben het over denkprocessen. En ik wil eigenlijk aan jou vragen, Annelien, wat wordt er nou mee bedoeld? Wat is nu eigenlijk denken? Ja, ik zei net al cognitie. Hè? Cognitie is het woord wat we als psychologen of misschien in het jargon gebruiken. Maar het gaat in principe over denkprocessen. Het waarnemen, we nemen van alles waar uit de omgeving, informatie die binnenkomt, die verwerken we, daar maken we keuzes mee. Plannen maak je, je organiseert zaken. Soms vind je het nodig om dingen te onthouden, dus informatie moet worden opgeslagen. En uiteindelijk komt er een actie uit. Dat kan zijn dat het een keuze is, of iets wat je zegt, of iets wat je doet. En voor dat alles moeten we natuurlijk wel bij bewustzijn zijn, alert zijn. En tempo speelt ook in al die processen een belangrijke rol. Hè, dat de dingen in een bepaald tempo gebeuren. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje globaal het verhaal wat denken behelst. Ja. En eigenlijk zijn dat dingen die we heel automatisch doen. Denken en wat je het allemaal aangeeft. En we vinden het heel gewoon dat dat gebeurt. Mm-hmm. Hoe gaat dat bij Parkinson? Wat gaat er daar... Of tenminste, wordt dat beïnvloed door Parkinson, het denken? Nou, een heel belangrijke factor is natuurlijk al die factor tempo die ik al noemde. En ook het feit dat tempo een rol speelt in al die verschillende, wij noemen dat domeinen of aspecten van het denken. Dus op het moment dat langzamer gaat, betekent het soms dat de informatie later binnenkomt. Terwijl je misschien wel op een bepaald moment je keuze moet maken. En een ander aspect is inderdaad ook dat eigenlijk bij de ziekte van Parkinson die automatische piloot wegvalt. Mm-hmm. Waardoor we niet terug kunnen vallen op automatisme en dat we sommige dingen tegelijkertijd moeten doen. Dus die waarneming kan dan opeens heel bewust plaatsvinden terwijl wij zitten hier nu te praten. We hebben de vraag nog in ons hoofd. We zien van alles, we horen van alles. Maar ondertussen moet je natuurlijk wel die vraag ook nog beantwoorden. Dus we doen heel veel tegelijkertijd. Ja. Waar we ons niet zo bewust van zijn. Maar op het moment dat je daar wel bewust van moet zijn, kost dat ook heel veel energie en concentratie. Hey, dus je zegt van met Parkinson, of Parkinson, mensen met Parkinson hebben vaker moeite met het tegelijkertijd verwerken van informatie, het anticiperen op iets, als je iets hoort, dat je dan tegelijkertijd ook moet anticiperen op het beantwoorden van een vraag, dat soort zaken. Nou, er zijn veel problemen op zich. Je zou kunnen zeggen, op vele aspecten kunnen er wat problemen optreden, maar in de kern zit het hem daar wel in dat multitasken en dat je dus niet kunt terugvallen op die automatisme en dus geen twee of meerdere dingen tegelijkertijd kunt doen. En dat doen we in de praktijk toch nog wel heel vaak. Hè? Een heel eenvoudig voorbeeld is al dat je wandelt met elkaar en met elkaar aan het praten bent. Ja. Maar dat de Parkinson patiënt wellicht alle concentratie nodig heeft voor het lopen, omdat dat niet meer vanzelf gaat. Ja. Of als ze iets wil vertellen, dat je even moet stilstaan. Ja. Dat is een voorbeeld om er even te noemen. Ja, ik Willem, je beaamt het al. Ja. Herken je dit? Ja, herken ik heel duidelijk. Ja. Het is wat ik gemerkt heb bij mijn Parkinson. Dat op een gegeven moment kon ik, je doet verantwoordelijk voor een business in je werk, doe je 10 dingen tegelijkertijd. Hè? En dat doe je automatisch, dat hoef je niet meer na te denken. Totdat je Parkinson hebt en dan ga je merken dat je dus gewoon die dingen niet meer naast elkaar kan doen. En dan moet je echt keuzes maken. Bijvoorbeeld het tempo, wat al noemen, dat zakt ook in elkaar. En dingen naast elkaar tegelijkertijd doen, dat valt dan ook tegen en wordt moeilijk.
Zoeken naar bepaalde woorden die tijdens een, als je op het kistje staat in de fabriek, mensen toespreekt bijvoorbeeld van je afdeling, dan doe je dat automatisch en je speelt met woorden. Maar op een gegeven moment kan het hebben, dan moet je echt gaan nadenken wat wil je zeggen. Je zoekt naar woorden, maar het is lastig. En tempo wordt daarbij een heel belangrijke factor. Ja. Neemt af, dus dan word je ook, daarin word je ook geremd. Dus ik herken het heel duidelijk. Heb je daar nog een voorbeeld van? Je gaf aan van dat tijdens zo'n toespraak. Dat is een voorbeeld uit jouw werk, denk ik. Ja, ja. Heb je nog andere voorbeelden waar je dat... Tijdens mijn werk, maar ook tijdens... bijvoorbeeld tijdens wandelen, dingen die je in je eigen tijd doet. Dat doe je ook automatisch. Met je keuzes maken tussen iets wat urgent is... of iets wat wel urgent is, maar later kan. Ja. Die afwegingen... Die maak je ook automatisch, dan ben ik kwijt. Ja. Ja, dus de prioriteit stellen in je dagelijks werk, die valt ook weg. Ja. Dat is heel moeilijk, wordt heel moeilijk. En Bas, is dit iets wat bij veel mensen met Parkinson voorkomt? Ja, weet je, het is denk ik een belangrijke reden juist om er in deze uitzending aandacht aan te besteden. Mensen denken altijd Parkinson is een lichamelijke ziekte, want dat is wat je met het blote oog ziet. Ja. Hè, trillen, het veranderde lopen. Maar denken en problemen met het denken komen ontzettend veel voor. Zelfs ook al vroeg in het beloop van de ziekte, als je het hebt over de eerste fabel. En ik vind dat Parkinson naast de lichamelijke ziekte voor de overgrote meerderheid van de mensen, in meer of mindere mate, ook echt absoluut een denkziekte is. Ja. Ja. En Annelien, als je dan, want ik gaf net al even aan, wat zijn nu echt de belangrijkste problemen bij Parkinson als het gaat om het denken? Dus met name zit het stukje aansturing, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus daar kun je denken aan van je moet met dingen beginnen, je moet met dingen stoppen. Ja. Je hebt gekozen voor een bepaalde strategie, maar ergens evalueer je ook altijd, ben ik goed bezig? En als dat niet zo is, dan moet ik switchen naar een andere strategie, daar kun je aan denken. Dus het opstarten, het switchen? Opstarten, switchen, toch een stukje die flexibiliteit, waar we komen weer bij dat multitasken uit. Maar ook het behappen van informatie. Hè. Je merkt toch vaak dat het moeilijker is voor mensen om veel informatie dan tegelijkertijd te verwerken. Dus er wordt wel iets verteld, maar een instructie moet je eigenlijk liefst kort houden. En misschien ook in stapjes opbouwen. Ja. Ook het plannen, daar kom je vanzelf ook weer een beetje bij het plannen terecht. Mensen hebben soms het overzicht niet meer. Koken kan opeens een hele klus worden. Ja. En dat ze denken, laat maar zitten. Wel, het kan. Hè. Het is een kwestie van heel veel verschillende stapjes waar je dan eigenlijk het overzicht niet meer over hebt. Ja. En dat kan ook een reden zijn dat mensen dingen gaan laten. Ja. Dus dat, en jij zegt, het kan ook al vroeg in de ziekte voorkomen. Mag ik vragen wanneer dat bij jou voor het eerst opspeelde? Wanneer merkte je dat? Ik merkte dat met name, dat was al in 2008, drie jaar nadat ik was gediagnosticeerd met Parkinson. Dat ik tijdens mijn werk merkte dat ik gewoon minder makkelijk op het kistje ging staan. Van de fabriek echt gewoon letterlijk op het kistje gaan staan. Ja. En een verhaal houden. Als mensen met pensioenfeest hadden of ze gingen met hun jubilaris of zo, had ik altijd makkelijke verhaaltjes zo. Dat deed je uit je losse mouw. Ik merkte dat het steeds moeilijker werd. Ja, ja. Het zoeken naar woorden was ook steeds lastiger. Dus doe je het niet meer. Dus dan laat je het over aan een ander. Legde u zelf de link ook naar de Parkinson? Had u wel door dat dat door de Parkinson was? Ja, ik had wel door de Parkinson. U kunt thuis ook vragen stellen. We hebben nu een aantal vragen van u proberen te beantwoorden. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst kijken naar een blog van Bas. Bas heeft elke uitzending een mooie blog. En die gaat dit keer over het denken en Parkinson. En daar gaan we nu eerst naar kijken. Ja, ik zit hier een spelletje te doen. Gamen heet dat tegenwoordig ook. Serious gaming of applied gaming. Ja, dat doe ik natuurlijk omdat ik het leuk vind. Maar daarnaast is het interessante dat er uit recent onderzoek blijkt dat spelletjes spelen, gaming, ook een medische toepassing heeft. Omdat het de denkvermogens kan verbeteren bij gezonde mensen, maar ook bij mensen die ziek zijn. En dan vraagt u zich misschien af, geldt dat ook voor mensen met de ziekte van Parkinson? Want dat is toch immers een lichamelijke ziekte met moeilijk lopen, met trillen, met stijfheid en met traagheid. Maar Parkinson is, en dat weten we inmiddels heel erg goed, ook een ziekte die de geestelijke vermogens een beetje roestiger kan maken, zeg ik vaak.
En waar hebben we het dan over? Dat zijn dingen als het logisch overzicht over complexe omstandigheden. Het goed en logisch organiseren. Bijvoorbeeld tafeldekken. Dat is een mooi voorbeeld. Je moet eerst de placemat neerleggen, dan het bord, dan het bestek. En dat vergt een soort van planning, een soort van inzicht in de logische volgorde waarin je dingen doet. Daar willen we heel graag aandacht aan besteden in deze uitzending van Parkinson TV. In de eerste plaats omdat het toch vaker voorkomt dan je zou denken. Zelfs ook vroeg in het beloop van de ziekte. Maar heel belangrijk, je kunt er vaak ook wel wat aan doen. Maar dan moet je de juiste mensen voor inzetten. Dan kun je denken aan bijvoorbeeld een neuropsycholoog. De neuroloog kan er vaak ook iets mee met medicijnen. Dat kan de levodopa zijn. Dat kunnen ook speciale medicijnen zijn om de denkfuncties weer wat scherper te maken. Dat kan ook zijn bijvoorbeeld een ergotherapeut die gaat werken aan de dagindeling, de praktische organisatie van een dag. En dat kan in sommige gevallen zelfs een psychiater zijn. Kortom, een veel voorkomend probleem wat lastig is voor mensen, maar wat wel met de juiste kennis behandelbaar is. Heel interessant is dat er zelfs nog een nieuwe ontwikkeling is in die behandelingen en dat is het gamen. Ik zei al dat er aanwijzingen zijn dat spelletjes spelen hersenfuncties kan ondersteunen. En er is zelfs hoop en verwachting dat het deelnemen aan spelletjes een gunstig effect heeft op de hersenfuncties bij mensen met Parkinson. Of dat echt zo is, weten we niet. Maar in een samenwerking met de universiteit en het Academisch Ziekenhuis van Maastricht gaan we nu een nieuw onderzoek starten om te kijken of gaming ook een nieuwe therapie voor mensen met Parkinson kan zijn. Hartstikke spannend. Maar ik ga nu even terug naar mijn spelletje, want ik ben aan het verliezen met 4 op een rij. En ik ga nu even mijn best doen om dit potje te winnen. Ja, dat liep niet goed af. Nee. Verloren dus. Ja. Ja. Zo snel al. Ja. Maar een duidelijke blog. Weer opnieuw, dankjewel. We gaan nu door naar de kijkersvragen. Je kunt thuis uw vraag stellen via internet. En we hebben al een aantal vragen binnengekregen. En die zal ik aan jullie voorleggen. Dan gaat de vraag over creativiteit. Voordat ik medicijnen ging gebruiken, kwam er qua beeldend creatief werk niets meer uit mijn handen. Stimuleren de medicijnen mijn creativiteit weer? En hoe komt het dat juist deze specifieke activiteit gestimuleerd wordt? Creativiteit is natuurlijk ook een vorm van gedrag die beïnvloed blijkbaar wordt door medicijnen. Kan iemand daar iets over zeggen? Zeker. Dopamine, het stofje wat tekort is bij Parkinson, en creativiteit zitten heel erg aan elkaar vast. En we weten dat behandeling met medicijnen en vooral de zogenaamde dopamine agonisten ertoe kunnen leiden dat het dopamine tekort wordt gecorrigeerd, maar dat mensen creatiever worden. En er zijn echt kleurige anekdotes van mensen die nooit kunstenaar waren geweest, behandeld zijn voor de Parkinson en daarmee in één keer dichter zijn geworden, beeldhouwer, schilder en echt hele, hele mooie kunst. Er zijn zelfs verzamelingen van gemaakt en dat is echt prachtig om te zien. Oké. Okay. Herkent u dat? Nou, bent u creatiever geworden? Ja. ik ben creatiever geworden, dat kan ik niet zo zeggen. Maar ik herken wel dat je dus door de, misschien door de medicatie of wat dan ook, het is moeilijk om te vergelijken, want je hebt natuurlijk tussen wel niet nemen van die medicatie. Maar ik ben wel met bepaalde dingen bewuster bezig gegaan. Ja. Dat wel, ja. Ook misschien omdat die keuze die je moet maken, dat je bepaalde dingen dan toch echt de voorrang geeft. Ja, precies. Ja. Hier staat, ik word binnenkort geopereerd. Ik kan een volledige narcose mijn cognitieve problemen vergroten. Ja, dat is misschien ook eentje voor mij. Ik heb er zelfs ook nog onderzoek naar gedaan. Het is zeer waarschijnlijk zo dat mensen niet blijvend schade overhouden van de narcose. Het kan wel zo zijn, en dat geldt zeker voor Parkinson, dat een operatie is een enorme gebeurtenis in je leven. En de stress die daarmee gepaard gaat, het feit ook dat je je medicijnen vaak een periode niet kan nemen, omdat je bijvoorbeeld niet mag slikken, leidt ertoe dat Parkinson even van slag af is. En dat kan rustig weken tot soms wel maanden duren. Maar in principe hoor je daarna weer terug te komen op het oude niveau. Ja. Er wordt gesproken over Parkinson-dementie. Wat is dat? Zal ik deze over zeggen? Zeker, ja, graag.
Nou, dat is ook natuurlijk altijd een beetje complex. Want dementie, dan denkt men toch vaak aan wat wij eigenlijk noemen de ziekte van Alzheimer. Hè. Mensen weten niet meer welke dag het is of waar ze zijn. Forse geheugenproblemen. Nou, bij de ziekte van Parkinson is het ook vooral weer dat tempo waar we het straks over hadden, dat erg laag kan worden. Dus mensen worden heel traag. Qua geheugen heeft dat natuurlijk wel gevolgen, want het opdiepen van informatie gaat langzamer. Dus je komt langzamer bij de informatie. Je ziet vaak weer wel dat mensen op het moment dat je ze een hintje geeft, dan kom je van buiten weer met een hint, dat ze zich wel weer herinneren. Dus daar komt wel een herkenning, bijvoorbeeld. En verder zit het ook voor een groot deel gerelateerd aan het initiatief. Hè, dat mensen toch, zeg maar, we hebben het net ook al even over creativiteit, stofje dopamine, de motivatie, lijkt dan soms te ontbreken. Hè. Mensen komen tot heel weinig, tot niets. Het is niet opzet of wat dan ook. Maar het komt eigenlijk niet bij ze op om iets te gaan doen. En zeg maar, dat gaat nog wel eens vaker samen, ook met die forse tempotekorten. Mensen kunnen ook wat problemen krijgen in de visueel. Ja, wat wij visueel ruimtelijk noemen, hè, dat ze het toch wat lastiger vinden om iets in de ruimte te kunnen plaatsen. Bijvoorbeeld een trein even naar het toilet gaan, terugkomen naar wagon en dan eigenlijk niet meer goed weten waar zat ik nou. Welke kant van de trein was dat bijvoorbeeld. Dus het kan op verschillende terreinen plaatsvinden. Maar het is, ik zeg altijd nog wel, maar ze weten het allemaal nog wel, maar je moet ze echt de tijd geven. Maar dat vraagt natuurlijk vooral veel van de omgeving. Dus het is echt anders dan Alzheimer-dementie. Ja, die mensen zijn dan toch vaak, ja, die zijn het kwijt. Dus het wordt wat leger. En hier moet je zeggen, ik moet geduld hebben, maar dan komt er wel weer wat. Ja, okay. Of ik help het een handje. Nee, ik sluit me daar volledig bij aan. Het is denk ik voor alle mensen die thuis ook meekijken goed om te weten dat als je zoekt op bijvoorbeeld de combinatie Parkinson en dementie, dan kom je dat vaak tegen. Mm-hmm. Dementie is natuurlijk een heel akelig woord waar mensen heel erg van schrikken. Maar ik denk dat jij dat perfect verwoordt. Het is gelukkig niet zoals bij Alzheimer, hè, dat je je geliefde niet meer herkent, helemaal gaat verdwalen. Maar het feit dat die denkfuncties roestiger worden en als je dat belemmert in je dagelijks leven, voldoe je daarmee al heel snel aan de medische definitie van dementie. Ja. Gelukkig een andere aard, maar daarmee soms voor sommige mensen ook niet minder hinderlijk. Dat is wel goed om te weten. Ja. Ik heb hier, het geeft mij enorm veel zelfvertrouwen als ik in mijn brein, als ik in mijn brein zonder problemen handelingen kan uitvoeren en denkt dat deze positieve emotie bijdraagt aan een verbetering van bewegen. Is dat zo of spelen andere factoren een rol? Dus speelt emotie een rol bij het probleemloos kunnen uitvoeren van... Ja, ik denk Willem zal het zo ook wel kunnen toelichten. Hè? Dat we weten eigenlijk toch wel dat stress de Parkinson-symptomen kan verergeren. Ja. Tijdelijk weliswaar, maar het is op het moment dat emoties negatief zijn dan... Maar soms ook positief. Dat kan de Parkinson-symptomen wat toenemen. Maar met name inderdaad op het moment dat deze persoon, die geeft ook degene met de vraag, die vraagt zich eigenlijk af of die zichzelf misschien door positief, met positieve emoties kan stimuleren. Nou, we weten denk ik ook wel, Bas, dat het stofje dopamine toch ook wel een beetje gelinkt is aan het geluk. Dus op het moment, denk ik dat het altijd heel goed is, misschien het algemeen ook wel, om het genot en het geluk een beetje op te zoeken. Ja. En dat dat in elk geval een soort natuurlijke bijdrage kan leveren. Ja. En dat geldt dus niet alleen voor zeg maar het trillen en het stijfheid, maar dat geldt ook voor denkprocessen. Die reageren ook positief. Ik denk eigenlijk, we hadden het over het roestige en het bewegen, het roestige en het denken. Er zitten wel veel parallellen. Ja. Ja. Ja, ik heb zelf de ervaring, vanmiddag al, ik ben toch een beetje gespannen voor wat je hier komt. Hè. Ja. Dan heeft het direct gevolgen op voor mijn motoriek. Ja. Ik heb freeze Parkinson, dus dat zit vast. Hè. Ja. Nou, op het moment dat je op een gegeven moment het voorgesprek gehad hebt en de spanning is een beetje weg, wordt een beetje, je kent elkaar, wordt een beetje leuk, zeg maar. Hè. Ja. Maar in één keer dan is het een ontlading. Ik voel echt letterlijk een ontlading van iets wat van je afvalt en loop ik gewoon. Ja. Dus gewoon direct voor mij, direct gekoppeld aan de emotie. Ja. En emotie ook in de zin van hele positieve emotie, hè, want het is leuk. We gaan iets doen, even spannen, dat is leuk, hè. Dus dan is het positief effect. Maar ook dingen die dus tegenvallen. Als je zegt, ik raak in de stress, omdat ik bijvoorbeeld vijf dingen tegelijkertijd doe. En ik weet het stom, dat ik moet nou doen. Ja. Maar toch gebeurt het. Hè. En dan raak je in de stressmode van, hoe krijg ik het echt onder controle? Is de motoriek gelijk weg. Ja. Ja. Bij mij is de motoriek en emotie direct gekoppeld. Heel duidelijk. Mooi gezegd. Nou, deze vraag sluit er denk ik bij aan. Ik heb gelezen dat je brein door meditatie of mindfulness meer dopamine afgeeft. Werkt het ook bij de ziekte van Parkinson? En kun je op die manier als Parkinson-patiënt zo je brein beïnvloeden? Ik heb zelf ook mindfulness gedaan.
om ook een beetje een, ja, ik ben niet zo meditatief, maar wel een bepaalde methode te krijgen om tot rust te komen. En hetzelfde, want dan kun je met die methode kun je uit het mindfulness kun je dingetjes halen die voor jou passen en die werken positief op de motoriek van mij. Om een soort rust te krijgen. Haal de stress ook wel. Haal de stress, ja. Het geeft je ook een houvast van hoe je zelf die stress wat meer kunt beïnvloeden. Hè? Dat is het idee daarachter. Ik heb gelezen dat cognitieve problemen, denkproblemen en dementie vaker voorkomen bij Parkinson-patiënten zonder tremor dan bij mensen met een tremor. Hoe is dat te verklaren? En kan je iets doen om dat proces te vertragen? Bas, mag ik het aan jou vragen? Ja, het zijn eigenlijk twee vragen. En de eerste vraag is absoluut waar. Mensen die veel last hebben van trillen, hebben een wat andere vorm van Parkinson, die om de een of andere reden, die we eigenlijk niet goed snappen, in allerlei opzichten een wat gunstiger beloop hebben. En daar hoort dus ook bij een wat lager risico op verstoorde denkfuncties. Dus kennelijk is de tremor een signaal dat je Parkinson in het algemeen zich wat gunstiger gedraagt. Maar een goede verklaring hebben we feitelijk nog niet. De vraag of je die achteruitgang in die denkfuncties kan vertragen, dat is natuurlijk een vraag die ons allemaal heel erg bezighoudt. Ja. Bewezen is dat nog niet bij Parkinson. Het is wel aangetoond bij gezonde ouderen dat mensen die cognitief heel actief blijven, scrabbelen of bridgen of spelletjes doen, dat die minder snel achteruitgang in denkfuncties hebben. En samen met Maastricht zijn we nu ook bezig met het opzetten van een wetenschappelijk onderzoek om te kijken of het geestelijk actief zijn ook bijdraagt aan het onderhouden van je denkfuncties. Dat is mooi, want het is precies ook de overgang naar het volgende blok waar we het over behandeling willen hebben. Van wat kunnen we nu eigenlijk doen aan die veranderde denkprocessen bij Parkinson? En Annelie, mag ik jou vragen om daar eens een overzicht over te geven? Wat is er aan behandeling mogelijk? Nou, in principe hebben we eigenlijk, zou ik dus twee type behandelingen waar je aan kunt denken. Je kunt zeggen, heel concreet, daar waar het niet goed gaat, en dat specifieke wat wij dan weer noemen domein, dat kan aandacht zijn, tempo zijn, geheugen. Mensen gaan trainen, hè, dan kun je inderdaad bijvoorbeeld, we hebben het al over de game gehad, kun je aan gamen denken, maar ook specifieke, we hebben specifieke trainingsprogramma's. En Willem kan dadelijk misschien wel even vertellen hoe dat was. En het idee van een game is dat je dus ook traint op een functie, maar door het spelelement hoop je eigenlijk dat je het wat aantrekkelijker kunt maken. Ik weet niet of we misschien iets van kunnen laten zien. Vast. Want je hebt een filmpje meegenomen over We hebben een gaming. Filmpje meegenomen nee, over, over een game. En Willem is de game ook aan het uitvoeren hier. En wat je hier eigenlijk ziet is dat hier is de bedoeling, zeg maar, dat de speler zoveel mogelijk vissen in één keer op de foto moet zetten. Het betekent eigenlijk al dat je alert moet zijn. Je moet opletten waar die vissen zwemmen. Zodra ze bij elkaar komen, moet je natuurlijk op scherp staan om die foto te maken. Kun je punten mee verdienen. Ja, het normale trainingsprogramma zou dan misschien stoppen. Je hebt je punten verdiend. Maar hier komt dan nog een hele strategie bij. Want als speler kun je op een gegeven moment verder in de zee gaan duiken. Kost meer geld, maar levert ook meer geld op. En het idee is eigenlijk van die functietrainingen ook dat je bezig moet blijven. Net zoals het blijven bewegen bij de ziekte van Parkinson, moet ik ook bezig blijven met deze spelletjes. En we denken dat misschien dan zo'n game net iets meer leuker is om te blijven doen dan een puur trainingsprogramma. Ja. Dus je moet niet stoppen, want als je stopt, ebt het effect weg. Maar als je inderdaad doorgaat, hopen we dat vast te houden. Tweede soort behandeling is meer strategie. Dan probeer je eigenlijk gewoon te kijken van hoe kunnen we een probleem compenseren. We hadden het straks al even over planningsproblemen of over ingewikkelde complexe taken. Toch het koken kan vrij complex zijn. En mensen zeggen, nou dat koken voor andere mensen, dat doe ik niet meer. Maar dat je dan bijvoorbeeld zegt, van nou ik ga zo'n handeling helemaal uitsplitsen in stapjes. En stapje voor stapje ga je met mensen kijken, wat is er nou voor nodig om om 6:00 s'avonds een maaltijd op tafel te zetten. En op die manier probeer je het behapbaar te krijgen. En daar zijn we eigenlijk op dit moment bezig met de afronding van een studie in samenwerking met Groningen. Een zogenaamde reset-studie misschien voor een aantal mensen die kijken ook bekend. Die hebben er misschien aan meegedaan of voor gevraagd. Maar het idee daarvan is ook dat je dus mensen daarmee wat langer kunt laten participeren. Want dat is zo belangrijk. Niet alles maar gaan schrappen omdat het niet meer lukt. Toch kijken of het misschien toch nog wel lukt. Of misschien net wat met een omweg. Maar dat we er toch weer bezig blijven. En daarmee ook weer zorgen dat we positieve dingen meemaken. Mooi. Dus eigenlijk twee richtingen. Twee richtingen. Stimuleren van het brein door ingewikkelde dingen te doen. Ja. En aan de andere kant het compenseren van het brein door strategieën te toepassen. Willem,
Want ja. jij hebt ook therapie gehad bij Annelien. Kun je iets over vertellen? Ja, het waren twee dingen. Als eerst was het dus vooral ook de spelletjes of de oefeningen die doet betrekking tot snelheid. Dus dat je moet reageren op een beest wat in, of je zet een motorfiets op een weg. Er vallen dingen op staan, moet je stoppen. De snelheid van het reageren van die handeling. Het tweede was dat je moest aan een spel waar je keuze moest maken, op een vliegveld. Dan moet je dus kiezen tussen precies die een deur in gaan of voor opgeroepen worden. Allemaal signalen die op verschillende niveaus binnenkomen. Keuze maken, want bepaalde combinaties mogen niet, maar andere mogen weer wel. Dus dat was meer met strategie te maken. Dat je echt bepaalt waar je naartoe gaat. Dat was één spel. Het tweede was dat ik ook gemerkt heb met het credo van als je maar bezig blijft, en dat herken ik heel duidelijk, dan kun je denk ik de voortschrijding van het park, dan kun je dus remmen. Ik geloof er heilig in, want ik geloof dat je ook in de fysieke kant van de park, wat je ook hebt, ik doe heel veel aan oefeningen en ik meet ze ook altijd. Ik maak ze meetbaar. Dus ik kan meten, ik ga een lat ergens neerleggen en zeggen, nou, de komende maand of half jaar wil ik daar eindigen. En dan ga je er naartoe. En dan werk je naar een bepaald niveau, je daagt jezelf uit. Mm-hmm. Dat kun je doen met fysieke oefeningen, heel simpel. Hè? Hoeveel seconden hou je een quad vast? Zo, hè? En anders is je ook met je brein, je kan uitdagen om met dingetjes continu bezig te blijven. Na mijn werk moest ik stoppen met werken, want ik had veel te veel, ik kon gewoon niet meer aan, een zware baan. Maar ik ben doorgegaan met de stichting die ik met drie mensen op heb gezet om in Nicaragua ziekenhuizen te helpen. Dat was minder zwaar, met minder mensen, heel direct gericht, direct resultaat. Dus dat heb ik 5 jaar gedaan, net afgerond, om toch mee bezig te blijven met je creativiteit. Ja, dus jezelf continu absoluut toch blijven uitdagen, continu. Ook al moet je een stapje terug doen. Ja, en dan zoek je toch, dan word je gedwongen te kijken waar je toch kan groeien in bepaalde dingen. Mooi. Ja. En dat is de positieve kant van, die ik vind, iedereen moet dat maar. Ik kan misschien makkelijk als anderen, dat is wel, maar het heeft wel met mij geholpen om daarmee toch te zijn waar ik nu ben. En die therapievormen die je geleerd hebt, zoals de gaming, heeft dat ook effect? Ben je daar beter van geworden? Nou, ik ben er niet slechter van geworden, denk ik. hoe vergelijk je het? Hè? Ik ben één persoon. Ja. En ik ben natuurlijk in de groep, ben ik dus. Je bent in één referentie. Willem zat in de controlegroep van de resetstudie. Dus je had niet de strategietraining, want die wordt in principe op effect onderzocht. Maar Willem zat eigenlijk in de controlegroep die aandachtstraining kregen met inderdaad de tests, zo snel mogelijk te reageren, de aandacht te verdelen op dat vliegveld. Ja. Maar daar zat nog geen gaming aspect aan. En dat volgt nu. Dat is eigenlijk nu. Dat is nu de volgende stap. Ja, want gaming, is daar onderzoek naar gedaan bij Parkinson? Of wordt er onderzoek naar gedaan? Nee, er wordt zeker onderzoek naar gedaan op verschillende vlakken. Je kunt games inzetten dus om de denkvermogens te verbeteren. Je kunt games ook inzetten, wat Annelien zei, om een hele therapie wat aantrekkelijker te maken. Ja. Bijvoorbeeld een game gebruiken om mensen te motiveren te gaan sporten. Ja. En zo gebruiken wij dat ook om mensen die sporten vaak toch moeilijk vinden, zeker om die stap te zetten, om dat allemaal wat aantrekkelijker te maken. Het is heel beloftevol, maar ik moet ook eerlijk zeggen, echt wetenschappelijk bewezen bij Parkinson is het nog niet. En we vinden dat als we behandelingen aanbevelen, moet het ook deugdelijk onderbouwd zijn. En dat is precies de reden dat we met Maastricht de handen ineen hebben geslagen om er nu eens een keer een goede studie naar te doen. Want zijn er behandelvormen die wel, zeg maar, wetenschappelijk bewezen effectief zijn? Of is het, zeg maar, wat je net aangaf, met name uitdagen van je brein door veel te doen en die strategieën toe te passen om te compenseren? Zijn dat de twee lijnen die bewezen zijn? Of? Nou, eigenlijk is het wat heel jammer is dat er op gebied van wat we dan noemen de cognitieve revalidatie, specifiek bij Parkinson, nog niet zo heel veel onderzoeken zijn gedaan. Ja. De studie die ik net noemde, de resetstudie, dus de strategie van de stappenplannen, die is wel bewezen voor mensen met traumatisch hersenletsel. En we hebben hem nu dus eigenlijk een beetje aangepast voor mensen met de ziekte van Parkinson. En zeg maar de resultaten zullen daar binnenkort van verschijnen. Dus het is ook wel, we hebben daar wel allerlei ideeën over, maar wat je zegt, we moeten het natuurlijk wel toetsen. Ja. En medicijnen? Zijn er medicijnen om deze processen, zeg maar, te verbeteren? Of? Ja, zeker. We hebben het al even gehad over dopamine en creativiteit. Maar bijvoorbeeld het flexibel zijn in je hoofd, het makkelijker keuzes maken, zit zeker voor een deel vast aan het tekort aan dopamine. Dus de behandeling die we geven voor de motoriek vaak, helpt in mijn ervaring zeker ook een stukje om de denkvermogens te verbeteren. Ja. Dat vertellen heel veel mensen ook. Daarnaast is, maar dat is met name in een latere fase van de Parkinson,
als de beschadiging in de hersenen ook meer in de hersenschors komen, daar gaat een stofje dan tekort komen. Die heet acetylcholine, dat is een heel ander systeem. En daar is een apart medicijn voor. Eigenlijk een serie van medicijnen die juist dat systeem weer ondersteunen. Die zijn ooit ontwikkeld voor de ziekte van Alzheimer. Nou, we hebben net heel erg duidelijk gemaakt, Alzheimer en Parkinson, compleet andere dingen. Maar uit goed wetenschappelijk onderzoek blijkt dat die pil die ooit ontwikkeld is voor Alzheimer, bij mensen in een wat latere fase van de Parkinson het denken weer wat scherper kan maken. Dan moet je in alle eerlijkheid niet aan wondereffecten denken, maar met name toch het ietsje scherper maken. En je moet daar vooral toch niet te lang mee wachten. Je moet niet wachten tot iemand heel veel problemen heeft. Juist in die wat meer beginfase is dat waarschijnlijk het meest zinvol. Ja. U heeft thuis ook weer vragen gesteld en die wil ik jullie voorleggen. Is er een relatie tussen een chirurgie, een DBS, staat hier, en cognitieve problemen? Ik kan er wel iets over zeggen. Ja. Misschien kan Willem het dan nog Je bent zelf ook geopereerd, hè? Ja. Nou ja, in de literatuur, om het maar even zo te zeggen, en ook naar eigen ervaringen, zien we eigenlijk wel dat mensen toch nog wat kunnen inleveren op wat wij dan ook noemden, wij noemen dat eigenlijk de uitvoerende functies. Het zit er met name in het kunnen remmen van bepaalde responsen. Net als, je zou kunnen zeggen van goed, de operatie verbetert als het ware het bewegen. Hè, het haalt de rem er een beetje af. Maar je zou kunnen zeggen cognitief schiet je dan misschien een beetje door naar de andere kant. En dat zien we in een aantal tests terug. Er is ook wel gevonden dat het geheugen mogelijk ietsje kan inleveren. Maar ik zeg maar de kern zit er meer inderdaad in het stukje van het beheersen. Eigenlijk van de controle van die aandachtsfuncties. Ja. Het kan, we zien het in de literatuur, maar het is niet dat, dan heb ik het over scores. Dat is wel wat anders dan wat mensen er zelf over vertellen. Ja. Nou, volgende keer dan volgende uitzending, dan gaat het alleen maar over chirurgie, dus dan komen er vast op terug. Er valt nog veel over te zeggen. Een spannend boek lezen is geen probleem wat betreft de concentratie, maar een krant lezen ervaar ik als heel lastig. Ik vlieg van het ene artikel door naar het andere. Hoe kan dat? Herken je dat, Willem? Dat je als je een krant leest? Ja, ik lees een krant inderdaad van hier naar daar. Dus heel willekeurig. Er zit geen structuur in, wat dat betreft. Maar ik denk dat vroeger misschien meer systematisch toch thema's zocht in de krant. Dat is het verschil. Systematiek versus de structuur en niet structuur. Ja. En dat is wat je natuurlijk, je krijgt aangeboden een wirwar van dingen op een bladzijde. Ja. Kies dan maar wat je belangrijk vindt. Ja. Dat is dan net lastig, ja. Ik vind het een echt hulde aan degene die die vragen stelt. Ja, want ik leer elke keer weer van patiënten. Ja. En hier leer ik ook weer van. Ja. Ja. Ik snap het, want een boek heeft al een ingebouwde structuur. Je gaat gewoon van regel naar regel. Ja. En bij die krant moet je het zelf bepalen. Ja. En de keuzes maken, wat nu en wat daarna. Ja. Dat moet je. En dat is precies een hele mooie illustratie van het probleem bij Parkinson. Ja. Kan het zijn dat je aandachtiger bezig bent met wat je doet als je de ziekte van Parkinson hebt? Dus als je Parkinson hebt, wordt het dan aandachtiger. Vroeger reed ik de auto en zat tijdens het rijden aan nog andere zaken te denken. Nu kan ik alleen nog maar bezighouden met het autorijden. Volgens mijn vrouw rijd ik veel beter dan vroeger. Dus dan heeft Parkinson een positieve invloed op het rijden. Klopt dat? Of kan dat? Nou ja, het is in feite wat Annelien al zei. Een van de behandelstrategieën is heel bewust acties uitvoeren die vroeger automatisch gingen. En het is absoluut waar dat we als gezond mens de luxe hebben om bij wijze van spreken een telefoongesprek te voeren tijdens het autorijden. Er is heel veel discussie of dat verstandig is. En iemand die puur zijn aandacht op het autorijden houdt, dat is denk ik beter dan iemand die op dat moment aan het bellen is of erger nog misschien zijn sms'jes aan het controleren is. Ja. Ja, dus eigenlijk zouden we allemaal diezelfde aandacht auto moeten rijden. Ja, dat denk ik wel, ja. Noodgedwongen in zijn geval, of haar geval. Ja, zijn geval, ja. Heeft u enkele voorbeelden van games? Zijn er al games op de... Zouden jullie tips kunnen geven van games die mensen met Parkinson zouden kunnen gebruiken? Ja. Weet je, een van de hele interessante vragen is of één specifieke game beter is dan de andere game. En zover gaat de stand van zaken nog niet. Maar in het onderzoek gaan we wel kijken of iemand die problemen met het geheugen heeft, vooral baat heeft van spelletjes waarbij je veel moet onthouden. Ja. Of iemand die problemen heeft met organisatie, veel baat heeft bij een spelletje waarbij je heel erg moet gaan plannen. Ja. Dat denken wij wel. En dat is ook precies de aard van de studie die wij nu op gaan zetten. Maar dat moeten we nog gaan bewijzen.
waarschijnlijk is het zo, en je zei dat zelf ook al, hè, bezig zijn is op dit moment het beste wat we kunnen adviseren. Ja. De Engelsen zeggen use it or lose it. Ja. Ja. Gebruik het of raak het kwijt. Ja. En dan is het waarschijnlijk belangrijker dat je iets doet dan dat je niets doet. Ja, ja, ik denk dat je ook weer komt op dat punt van dat strategisch denken, hè, dat aspect versus gewoon het uitvoeren van één taak. Ja. Hè, maar je kunt best jezelf uitdagen om misschien van die 10 taken, maar als je wel zegt, pak er nou eens 3. En, ja. en dan krijg je automatisch, dan moet je automatisch kiezen en keuze maken en plannen. Dus ik denk dat je je beperkt, met die beperking ook weer je versterken in aspecten. Ja. Niet weer hand in hand. Ja. Ja, de uitzending gaat snel. We komen alweer aan het eind van de uitzending. En ik wil jullie nog vragen om iets mee te geven aan onze kijkers. En ik zou Annelien willen vragen. We hebben het over gehad over games en over therapievormen. Ik heb eigenlijk 2 vragen. Is het zo dat elke patiënt met ziekte van Parkinson naar een klinische neuropsycholoog zou moeten? Of is dat alleen maar nodig in heel bijzondere gevallen? Want jij bent zelf klinisch neuropsycholoog. Ja, precies. En ik kan bij jou zeggen van, aan de geweest. In principe, daar kun je natuurlijk over discussiëren. Soms vind ik ook wel dat mensen, zeker na de diagnose en veel in het ziekenhuis te zijn geweest, laat ze lekker met rust als het goed gaat. Hè. Kom vooral als je ergens tegenaan loopt. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat je het niet herkent bij jezelf en dat je vastloopt en dat je eigenlijk niet goed weet waarom. Ja. Dus ik ben er ook wel voor om te zeggen van, nou, waarom niet wat wij eigenlijk ook in Maastricht doen, dat we toch multidisciplinair op een moment te kijken naar de mensen en dan doe je dat over de hele breedte. Dus ook naar die denkfuncties. En zo breng ik het ook naar de mensen. We kijken eens even hoe het nu gaat en eigenlijk is het doel, kunnen we eventueel eens bieden. Maar goed, dat is ook onze valkuil. Hè? Vaak willen we toch wel te veel bieden en hebben de mensen zoiets van, nou, het is wel goed zo. Je moet ook aan toe zijn. Hè? Ja, en dan is het er toch een beetje, moet je het meer gewoon op vraag doen. En voor allebei valt eigenlijk wel wat te zeggen. Dus het is belangrijk dat ze gewoon weten dat we er zijn. Ja. En dat ze met vragen kunnen komen. Ja. En een andere vraag. Als je mensen thuis wat mee zou willen geven, tips, zeg maar. Wat zijn dan de belangrijkste tips die je mensen meegeeft? Ja, het denken in mogelijkheden, dat zeggen we natuurlijk ook altijd heel leuk in de spreekkamer. Hè? Want de mensen komen natuurlijk met klachten, met beperkingen, wat allemaal niet meer lukt. Natuurlijk moet je daarop ingaan, omdat je wil kijken van waar zit het probleem. Maar uiteindelijk proberen we naar oplossingen te gaan. Van nou, dingen lukken niet meer, maar wat zou dan misschien nog wel lukken? Het is zo jammer, want dingen inderdaad worden moeilijker. Moet je misschien afstrepen. Probeer toch altijd wel even te kijken, wat kan wel nog? Ja. En probeer steeds bij jezelf te denken, wat doet er voor mij toe? Wat is belangrijk voor mij? Ja. En dan kom je wat meer los van die ziekte. En ik denk dat dat de boodschap is. Volgens mij sluit het helemaal aan met wat Willem. Ik las achterop jouw boekje. Ja. Het blijft iedere dag een uitdaging. Maar het glas is altijd half vol. Ja, dat, dat geeft ook iets aan van... Ja, dan heb ik het geluk dat ik dat in mijn karakter misschien ook zit. Maar anderzijds ook, ik heb ook andere tegenslagen al gehad. Ik heb nog een darmtumor gehad vorig jaar. Dus dat komt ook nog bij. En, maar je kunt... Je moet je focussen niet op het bestrijden van bestrijden van Parkinson. Je moet hem omarmen maar en probeer maar het beste ervan te maken. Maar zoek naar de mogelijkheden die je wel kunt doen. En er blijft nog zoveel over. Dat is mijn idee van gasthal vol. Dus advies zou ik zeggen van blijf bezig, in welke vorm dan ook, fysiek en met je hoofd. Hè. Dus daag jezelf uit om toch dingen te doen die kunnen. En dan maak je het leven ook denk ik toch wel een stuk aantrekkelijker. Ook voor je partner. Ja. Met name ook. Maar is dat niet ook heel vermoeiend, zeg maar? Ja, dat je ik ben s'avonds doodop. Ja. Elke dag. Ja. Nee, maar dat klopt toch wat ik zeg. Ja. Van, je moet continu mee bezig om jezelf te programmeren. Dingen te doen die je dan kan doen. Ja. Dat kost enorm veel energie. En ik ben s'avonds om 8 uur, ben ik op. Maar goed, dan ga ik lekker in bed zitten. En dan kijk ik even nog een wedstrijd tennis of zo. Of hockey, wat dan ook. Sommige mensen moet je soms een beetje afremmen. Hè? Ja. En dan val ik in slaap. Ja. Ja. Maar dat is, klopt. Je wordt doodop. Nou, als mensen meer willen, jou beter nog willen leren kennen. Want je hebt in dit boekje, Hoezo ik Parkinson, geschreven over, over jouw ziekteproces, maar ook over je operatie, waar we het volgende keer over zullen hebben. Ja. Dan kunnen ze het boekje bestellen bij jou. Ja. Dat kan via onze e-mailadres. Dus je kunt via de website van Parkinson TV even een mailtje sturen met de vraag van... naar het boekje Hoezo ik Parkinson. En dan sturen wij dat door naar Willem.
sinds het bewijs dat ik creatiever ben geworden. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Toch geleverd. Toch geleverd. Ja. Ja. Bas, wat heb jij nog als laatste mee te geven aan de kijkers? Ik vind het belangrijkste, en daarom ben ik zo blij dat we deze uitzending gemaakt hebben. Ik zie in mijn spreekkamer nog heel veel mensen, als je praat over het denken, dat ze zeggen, oh, hoort dat er ook bij? Jij was er wel achter gekomen, Willem, maar heel veel mensen in mijn praktijk weten dat niet. Dus de allerbelangrijkste boodschap voor mij is, weet dat het erbij kan horen. Weet dat er behandelmogelijkheden zijn. Blijf er niet mee lopen. Breng het ter sprake bij de neuroloog. Die, als het goed is, samen met Parkinsonnet en met mensen als neuropsychologen of ergotherapeuten, soms met medicijnen, echt iets voor mensen kan betekenen. Ja. Hartelijk dank alle drie voor jullie bijdrage aan deze uitzending. De volgende uitzending is 10 oktober. Dan gaat het over chirurgie en Parkinson. En ik dank u voor uw vragen. U kunt ze blijven stellen, ook voor de volgende keer alvast. Dus als u vragen heeft over chirurgie en Parkinson, dan kunt u die alvast stellen. En dan komen die volgende keer wellicht in de uitzending. Hartelijk dank en dag. Thank you.